Dag Hans, de zomervakantie zit erop en in deze eerste macro-economische analyse van het najaar willen we toch wel even vooruitblikken. Nu, ik herinner mij uit onze gesprekken net voor de zomer dat jij toch ook wel economisch wat pessimistischer aan het worden was omwille van de aanslepende oorlog in Oekraïne. Ben je enigszins optimistischer teruggekeerd uit zomervakantie? Ja, ik was positief teruggekeerd uit zomervakantie. Het deed deugd, maar ik moet zeggen dat de stemming vrij snel terug negatiever werd toen ik een blik wierp op de cijfers, op de vertrouwensindicatoren. Zowel bij bedrijven als gezinnen. Het ziet er toch niet goed uit. Het is nog verder verslechterd. En dus, je merkt dat nu ook. Het reële beschikbare inkomen van consumenten staat onder druk, van gezinnen. Je ziet ook dat bedrijven kampen hebben met productiemoeilijkheden, bijvoorbeeld door de hoge gasprijzen, energieprijzen. En de geopolitieke situatie is ook niet beter op geworden. Er is de oorlog, maar er zijn ook de spanningen rond Taiwan tussen China en de VS. En daarbovendien komt nog bij dat ook centrale banken die strijd tegen inflatie zijn blijven opvoeren. Niet alleen in woorden, maar ook echt de daad bij het woord hebben gevoegd. En dat zal nog altijd duren. Ja. Ja, de centrale banken, hebben die nog wel munitie om te strijden tegen die oplopende inflatie? Ja, die hebben ze. En dus ook heel duidelijk aangekondigd dat ze die strijd verder zullen blijven opvoeren. Vorige week hadden we de jaarlijkse bijeenkomst in Jackson Hole in Wyoming. En daar was eigenlijk Jerome Powell, de gouverneur, eigenlijk... Die hield een korte speech, maar die was heel duidelijk. Hè. Die zei van kijk, nee, we blijven doorgaan. Ondanks het feit dat de inflatie en de onderliggende inflatiedruk hier en daar tekenen van matiging toont, blijven we echt die strijd opvoeren. We houden ons daaraan. En dat maakt dat als de Fed bijeenkomt, de volgende rentevergadering is op 21 september, dat we opnieuw een forse rentestijging zullen krijgen, allicht met 75 basispunten. En dat maakt dan dat die beleidsrente zich dan situeert in een vork tussen de 3 en de 3,25%. En allicht krijgen we later nog een paar renteverhogingen. Dus wat dat betreft is het nog niet gedaan, zeker niet. Nee. Dat voor wat betreft Amerika. Ook de Europese Centrale Bank gaat binnenkort weer samenkomen. Wat mogen we daar verwachten? Ja, de ECB komt samen volgende week, 8 september. Dus, en ook hier, de ECB blijft de renteverhogingen doorvoeren. We hadden al een eerste met 50 basispunten in juli. Dit is niet het einde, dit is eigenlijk nog maar het begin. In september, de volgende rentevergadering, zal ze de rente allicht met minstens 50 basispunten optrekken. Er is nu discussie of het 75 basispunten zal zijn. En dat zal dan de beleidsrente duidelijk boven 0% brengen, de depositorente. En ook hier is het weer niet gedaan. Hè. Dus volgens de huidige vooruitzichten verwacht ik dat tegen de lente van volgend jaar, dat dan de beleidsrente kort bij de 2% zal komen te liggen. Dus dat is toch een duidelijk verschil met de situatie van het voorbije decennium. Ja. Oplopende inflatie is in veel continenten een probleem. Anderzijds zien we geopolitieke spanningen ook weer oplopen rond Taiwan. Je hebt er daarnet al naar verwezen. Wat zie je daar evolueren? Ja, we hebben het gezien in augustus, maar uiteindelijk is dit geen nieuwe kwestie. Dit sluimert al decennia aan en het mag ons ook niet verbazen dat dat terug aan de oppervlakte komt. Ik herinner me een speech vorig jaar van Xi Jinping tijdens de 100ste verjaardag van de Chinese Communistische Partij, waarin hij zei, China will be reunited. En dus dat betekent dus echt de inclusie van Taiwan. Dus dat zal nog verder escaleren in de toekomst. Allicht niet op korte termijn, op heel korte termijn denken wij. Want China heeft zijn eigen problemen, zowel economisch als politiek. Maar dat dit een probleem is waar de wereld nog meer en meer over gaat horen, is heel duidelijk. Hè? Dus het betekent ook dat die periode van deglobalisering, die al iets ingezet, dat die allicht nog verder zal versnellen. En dat doet toch een aantal vragen rijzen, hè, met betrekking tot internationale voorraadketens onmiddellijk, die we al hebben enorm geïmpacteerd zien tijdens de pandemie en tijdens de Oekraïne-crisis bijvoorbeeld. Over China gesproken, de economie zit daar duidelijk in een dip. Wat is er aan de hand en wat doet het regime? Ja, heel kort. China zit in een vastgoedcrisis, kampt met een vastgoedcrisis, projectontwikkelaars die in de problemen zijn gekomen. Bovendien krijgen ze het virus ook niet volledig onder controle. Het circuleert nog altijd in de samenleving. En ten derde zijn er ook bevoorradingsproblemen. Dus omdat er droogte is en omdat er een aantal tekorten zijn qua elektriciteit, qua energie. En dus al bij al genomen geen makkelijke situatie. Het probeert wel monetair en budgetair te stimuleren nu, dat is heel duidelijk. En daar ligt de focus nu op. Maar ik denk niet dat het echt een grote cyclische economische remonte in gang zal zetten. Als we dat alles bij elkaar nemen, Hans, dan ziet de toekomst er niet meteen rooskleurig uit. Wat betekent dat nu voor de invulling van de beleggingsportefeuilles bij de Grof Peterkamp? Ja, het suggereert of het illustreert dat we eigenlijk heel voorzichtig blijven. Dat waren we al. We hebben eigenlijk in de zomer nog een beetje winst genomen na de forse rally toch van aandelenmarkten in juli. Maar we blijven voorzichtig en we denken ook dat de huidige verwachtingen van analisten met betrekking tot de winst, dat die nog iets te positief zijn. Dus voorzichtigheid is troef, dat is de kernboodschap.
Ik denk daarnaast, als we obligaties aanhouden, dan doen we dat altijd met een korte looptijd. En ook schuldinstrumenten van bedrijven met eigenlijk een goede kwaliteit, dus kwaliteitsvolle bedrijven. En de dollar blijft voor ons toch altijd belangrijk in de portefeuille, als diversificator, als schokdemper in deze huidige zeer moeilijke tijden. Hè. Maar dus een laatste boodschap is, ja, dat uiteindelijk, we kunnen niet zonder aandelen, hè, op lange termijn. Dat is toch heel duidelijk. Ik noemde al de problemen, klimaatopwarming, de geopolitieke situatie. Ja, dat creëert voor sommige bedrijven, sectoren ook wel opportuniteiten. En ze zullen gedwongen zijn om investeringen door te voeren. En dus het zal kwestie zijn van de juiste accent te leggen qua aandelen op bedrijven, op sectoren. En dat is uiteindelijk wat we dagelijks doen met, in samenwerking met de portefeuillebeheerders. Tweede reden om toch bedrijven aan te houden, dus aandelen aan te houden in de portefeuille, is de waardering. En die zijn toch een stuk aantrekkelijker dan het voorbije decennium vaak het geval was. En dat is iets wat voor lange termijn investeerders toch belangrijk is. Hans Bevers, duidelijk iets wat we moeten opvolgen. Tot binnenkort. Tot binnenkort.